En dan zijn we alweer toe aan het laatste nummer van vanavond. We doen het natuurlijk even kort. Dan blijft het leuk. En er is één nummer waar heel veel mensen op gestemd hebben. Logisch. Wel jammer dat het een ballad is. Was het niet Are You Lonesome Tonight? Welke was het ook? Ja, eigenlijk wel. Maar dat hoor ik niet zingen. Nee, klopt. Nou ja, ik hoor het thuis wel, maar goed, dat is dan een ander verhaal. Ja, klopt. Dit nummer hebben wij in de oefenruimte een keer gespeeld. Toen zijn we er volgens mij mee begonnen. Vorig jaar, dacht ik, of een half jaar geleden. Toen gingen we naar huis en zetten we de radio aan. De schrijver van dat liedje, Tony Joe White, was net die avond overleden. Dus voor ons is het een speciaal nummer. Maar Elvis Presley heeft de beste uitvoering. En we gaan het voor jullie spelen. I have to talk a little bit English because there's a little story behind the song. Down there in the south of the United States, they have a plant that grows out in the woods and the fields. And everybody, well, it looks like a turnip green, you know, everybody calls it pork salad. And you know what pork salad is, because you all have the favorite song of this song. It's called Pork Salad, Annie, and that's called pork salad. Yeah, yo. Down there, there was a girl, and she picked a mess of it after dinner. She cooked it home, and carried home and cooked it for supper, because that's all they had to eat. But they did all right. Yeah. Down in Louisiana, where the alligators grew so mean, lived a girl that I swear to her, made the alligators look tame. Pork salad, alligators got you green. Everybody said it was a shame, cause her mama wasn't working on a chain. Yeah.
Bedankt en we horen jullie reacties graag op Facebook. Hoi, hoi. En tot snel. Dag!